De toekomst van het Haagse Cultuurpaleis is onzeker. De partijen in Den Haag onderhandelen over een nieuw college, praten serieus over een optie waarbij het huidige ontwerp van tafel gaat en er een nieuw plan gemaakt wordt. D66 en de Haagse Stadspartij staan bij de coalitieonderhandelingen lijnrecht tegenover elkaar over dit onderwerp. D66 is voorstander en de Haagse Stadspartij tegenstander. De Spaanse rechtbank heeft besloten dat een publieke jury de verdachte van de moord op Ingrid Visser uit Zevenhuizen gaat berechten. De rechtszaak wordt pas eind dit jaar of zelfs begin 2015 verwacht. De 37-jarige hoofdverdachte in de zaak zegt dat de Russische maffia achter de moord zit. De musical Soldaat van Oranje is zondag voor de 1200ste keer gespeeld. De cast publiceerde op Twitter een foto waarop te zien is dat acteur Jasper Kerkhoff het 1200ste streepje op de muur plaatst. De Nationale Modedagen hebben in Zuid-Holland minder bezoekers getrokken dan gehoopt. Ook landelijk bezochten minder mensen de Modedagen. De boosdoener was het slechte weer van het afgelopen weekend.